Tijdens mijn studies filosofie en theologie in Parijs deed ik als jezuïet ook vrijwilligerswerk. Zo stond ik 1 jaar in de lagere school van het superchique Collège de Franklin. Zo nannies die de kinderen kwamen ophalen met limousines. Dure tutors die de felbegeerde carrière moesten garanderen. Dat soort dingen. Nu heb ik geen talent waarmee ik me bijzonder nuttig kan maken in een lagere school. Ik ben niet creatief. En ik bespeel ook geen instrument. Het grootste deel van mijn tijd slenterde ik dan maar wat rond op de speelplaats. Knikkeren, een praatje slaan, met de bal spelen. En ik dacht, moet ik nu echt hiermee mijn tijd verdoen? Ik als jezuïet. En toen ik dan het aanbod kreeg om in een kansarme buitenwijk van Parijs te gaan werken, dan twijfelde ik ook niet. Dat leek me veel spannender dan de school. En dus nam ik in dat laatste trimester afscheid van de leerkrachten. De monden vielen open, want de buitenwijken, dat was voor hen de hel. Ik trok de deur achter me dicht. Voor de laatste keer snelde ik de speelplaats over. Een beetje opgelucht. Eindelijk weg van de minachting die ik bij de meeste rijke lui had gevoeld. En toen, halverwege de speelplaats, kwam een meisje van 1 jaar of 7 op me afgelopen. En met een ontwapenende, half verwijtende blik vroeg ze: Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps? Haar woorden waren als kogels die 3 centimeter staal doorboorden. Kan je niet wat langer blijven? Walter, laat je ons, laat je mij hier zomaar achter. Dat kleine meisje had net een boomlange kerel met al zijn idee fixe gevloerd.